Ik ben Barry Sonbroek en vandaag zijn we in Koog aan de Zaan, de thuisvolleybalhal van volleybalvereniging Zaanstad. Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn, omdat het gewoon heel erg belangrijk is dat er gesport wordt. Het is goed voor je lichaam. Het is goed omdat je leert samenspelen. Het is gewoon heel goed om wat te doen en niet alleen te zitten. Ik vind het belangrijk om te sporten omdat het natuurlijk heel gezond is en omdat je nieuwe vrienden kan maken en omdat het gewoon leuk is. Omdat je energie echt kwijt kan en dit is natuurlijk een teamsport, dus je leert ook nieuwe mensen kennen en nieuwe vrienden maken. Sport is niet voor iedereen even makkelijk om aan deel te nemen. Dat heeft soms met fysieke drempels te maken, soms met financiën. Maar sport is wel heel belangrijk voor iedereen. Sport kan bijdragen aan fysieke en mentale vitaliteit. En ik denk dat volleybal daar een hele goede rol in kan spelen. Start to Volley is een aanbod van 10 lessen. Waarin we mensen bekendmaken met de sport, de basisregels van de sport en de basistechnieken van de sport. We voegen daar nog voor specifieke doelgroepen een thema aan toe. Bijvoorbeeld voor jeugd voegen we daar life skills aan toe, zodat ze zich ook persoonlijk ontwikkelen. Het is belangrijk dat sport en zorg samenwerken, omdat sport een hele belangrijke preventieve bijdrage kan leveren. En ik denk dat zorgaanbieders heel veel gebruik kunnen maken van de sportinfrastructuur om te werken aan preventie en vitaliteit.